Wat? Ik hoor ineens een super hard geluid. Wacht, is dat een dino? Ik heb een ideetje. Wat nou, al maken wij nou een dierentuin vol dino's? En dat doen we natuurlijk in de game mode Dino Zoo Tycoon in Roblox. Klik op dat duimpje omhoog, al lijkt het jou superleuk om een kleine mini-dino te hebben. Die je dan niet bijt natuurlijk. En klik ook op de abonneerknop hier beneden. Ik ga gewoon lekker op play klikken en we gaan kijken hoe dit werkt. En hallo meneer! Oh, wat moeten we doen? Oh, we gaan een ingang kopen. Wow! Dit wordt nu al de ingang van onze dinosaurus dierentuin. Oké, dat is super vet. En we kunnen hier een pad kopen. Hoeveel geld heb ik eigenlijk? Oh, ik heb 100 euro. Oké, dat is super nice. Hey, dan kunnen we gelijk een plek kopen om taartjes... Of om taartjes te halen, wat zeg ik nou? Om kaartjes te halen. En dan hebben we hier nog wat nodig. Wat hebben we hier nodig? Wat is dit? Is dit een hok? Oh my god. Dit is toch geen hok waar je een dino in gaat zetten? Ik mag hopen van niet. Dit is meer een hok waar je een paar kippen nog niet eens in kan laten lopen volgens mij. Maar ja, we gaan er even een mooi interieurtje voor kopen. Wat hebben we nog meer nodig? Ik heb geen idee wat dit is. Oh, dit is een bordje. Hier kan je de dieren eten geven. Maar je gaat hier toch geen dino in zetten, toch? Blijkbaar wel. Uh-oh. Ik weet niet of dit zo'n slim idee is om hier een dino in te zetten. Maar waar is de dino? Uh-oh. Ik zie de dino al staan. Je gaat me toch niet vertellen dat dit kleine hekje deze dino gaat tegenhouden om deze gasten op te eten? Wat is dit nou? Oh nee, dit gaat nooit goed komen. We hebben wel echt superveel meer dieren nodig. En ik zie dat wij hier zelfs nog een extra dino erbij kunnen kopen. En hoe leuk is dat? Dan hebben we gewoon twee dezelfde dino's. Kan hij me aanvallen? Ik weet het niet. Oh, wat? Hij komt... Nee, zo vervoer je toch geen dino? Hij wordt gewoon uit een helikopter gegooid. Zo van, weet je wat? Doe ermee wat je wil. Wat hebben we hier? Waarom is er nou weer iemand die hier al zijn vuilnis moet gooien? Laten we dat dus even niet doen. Nou ja, laten we eventjes een paar bankjes neerzetten. Hoeveel zou de volgende dino kosten? Oh, de volgende dino zou Robux kosten, maar die heb ik niet. Laten we hier ook nog even een bankje kopen. Want ja, we hebben natuurlijk wel even bankjes nodig. We gaan eigenlijk gewoon alles kopen wat we kunnen kopen. Ik kan hier een standbeeld kopen van een dino. Nou, hey, wie wil er nou geen standbeeld van een dino? En we hebben hier dus ook blijkbaar een helikopter staan. Kunnen we in de helikopter? Ik weet het niet. Hoe werkt de helikopter? Buy heli spanner. Uh-oh. Oh nee, die kost ook geld. Wat kunnen we hier kopen? Hier kunnen we nog een hok kopen. En daar kunnen we dan uiteindelijk nog meer dino's zetten. Dat is wel handig. Laten we die er ook bij kopen. Dan zetten we natuurlijk wat gras bij. Een beetje plantjes. Het moet er natuurlijk wel een beetje leefbaar zijn voor die dino natuurlijk. We halen er nog wat steentjes bij. Kijk nou hoe leuk dat er gelijk al uitziet. Het begint al echt op een dino dierentuin te lijken hier. Maar waar kunnen wij nu een dino kopen? Ik zie hier dat wij wat water kunnen kopen. Oh, wat? Dit is vet. Hij heeft gewoon zijn eigen waterbakje. En ik zie hier dat we een bankje kunnen kopen. En voor 150 euro kunnen we hier wat kopen. Jeetje. Nou, dat heb ik nog lang niet, zeg maar. Maar in 1 seconde krijgen we geld. En oh, dat is maar 37 euro. We moeten nog eventjes sparen. Laten we in de tussentijd wel eventjes wat vuilnis oprapen. Dat is wel handig. En al rapen wij dus vuilnis op, krijgen wij dus ook 10 euro. Dus dat is wel super handig. Eigenlijk moeten we er gewoon voor zorgen dat zoveel mogelijk mensen vuilnis achterlaten. Want daarmee kunnen we dus lekker verdienen ook. Laten we ook hier even wat boompjes neerzetten. En wat is dit? Oh, oh, dit is vet. De ingang moet er sowieso wel vet uitzien natuurlijk. Ik bedoel, dit is de plek waar alle gasten als eerst voorbij komen. Maar ik denk dat we bijna genoeg geld hebben om dit te kopen. Laten we dan dit nog even opruimen hier. Hoppakee. En dan kunnen we dit kopen. Wat is dit? Oh, dit zijn alleen de bordjes. Meen je dat nou? Oh, maar nu kunnen we dus wel een dino kopen. En de eerste is gratis. Maar waar komt de dino? Oh, daar komt hij weer met de helikopter. Hallo, dino. Welkom. Oh, nee, die arme dino. Oh, nee. Ah, 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 weg hier, weg hier, weg hier. Ik wil niet dat hij me opeet. Maar hey, we hebben een eerste dino. Tenminste, derde dino. We hebben er hier ook twee. Ik ben jullie nog niet vergeten, jongens, oké? Okay? We kunnen hier ook een rijtje met bomen maken. En dit ziet er ook wel super leuk uit natuurlijk. Zo zijn de dino's net wat meer afgeschermd. Hier ligt ook allemaal eten. Dat kunnen wij dus gaan oppakken. En dat kunnen wij dan denk ik aan de dino's geven. Alsjeblieft dino's, smakelijk. Oh, dat kost me geld. Ik weet niet of ik dat zo fijn vind. Laten we hier ook maar gewoon nog even een standbeeldje neerzetten. Hier zetten we nog een bankje neer. Hier zetten we ook een bankje neer. We moeten gewoon zoveel mogelijk bankjes hebben natuurlijk. Je kan blijkbaar voor 300 Robux rijke gasten kopen. Wat? Dat is super apart. Maar kunnen wij ook een tweede dino voor dit hokje kopen? Oh, die is 390 euro. Dat hebben we wel trouwens. Dus laten we die gewoon kopen. En oh, daar komt hij weer met de helikopter. De volgende dino. Want hoe meer dino's er komen, hoe meer geld we natuurlijk kunnen verdienen. Want dan komen er natuurlijk ook meer klanten, denk ik. Toch? Deze dino's hebben tenminste honger. Dat is één ding wat zeker is. Dus laten wij maar wat vlees voor ze meenemen. Alsjeblieft, dino. Dit is voor jou. Eet me alsjeblieft niet op. Oh, en we krijgen er trouwens geld van al geven we ze eten. Dus dat is helemaal top. Alsjeblieft.
alsjeblieft ook voor jou lekker wat te eten. We moeten er dus wel voor zorgen dat de dino's genoeg eten krijgen. En oh my god, ik heb een mokergroot pad hier gekocht. En hier is een of andere diepe kel. En daar kunnen we dan waarschijnlijk ook dingen inzetten. Dit wordt ook een heel hok. Oké, dat is wel super dope. Allemaal mensen zijn ook naar die dino's aan het zwaaien. Alsof die dino's ooit terug gaan zwaaien. Ik zie hier wat licht geeft. Wat is dit? Oh, oké. Okay. Oh, dat is volgens mij dat de dino's gepoept hebben. Oh, bah. Dit is allemaal dino-poep wat we ook zelfs moeten opruimen. Eeuw, gadver. Ja, we hebben het tenminste gedaan. Oh, nee. Hij laat ook een poepie. Waarom laten jullie zoveel poepies? Nou ja, weet je wat? Laten we ook aan deze kant wat dingetjes gaan kopen. Hier zijn namelijk allemaal nieuwe hokken gekomen. Hier kunnen we zand inzetten. En oké, okay, dat ziet er best wel nice uit. We kunnen hier cactussen neerzetten. Een watergat. Jeetje, wat is dit hok duur trouwens. Wat gaat hier nou weer voor woestijndino in zitten zometeen? Het is niet normaal wat die dino allemaal nodig heeft. Maar laten we hier maar gewoon lekker voor gaan sparen. Want ja, al hebben we die dieren daar natuurlijk bij, dan komen er uiteindelijk nog veel meer klanten hierheen. Dus dan halen we er nog wat gras bij. Jeetje, 140 euro voor deze paar kleine grassprietjes. Meen je dat nou? Nou ja, laten we in de tussentijd tenminste wel er even voor zorgen dat het parkje mooi opgeruimd is. Daar krijgen we natuurlijk ook nog aardig wat geld voor. Dus dat komt er ook helemaal goed uit. Dan is het wat minder erg, weet je. Oh, eeuw. Deze dino heeft weer gepoept. Hoeveel poepen jullie wel niet? Dit is niet normaal. Is er nog een dino die toevallig honger heeft? Nee, niemand honger? Ah, dat komt goed uit. Laten we er nog maar een paar dingetjes bij kopen. We hebben een soort kampvuurtje hier zo. We hebben hekjes. Nou, dat is blijkbaar nodig voor deze dino. En we kunnen er nog een paar stenen bij kopen. Dan hebben we alleen net wat meer geld nodig, maar dat komt eraan in een paar seconden van nu. En dan kunnen we hier een paar mooie steentjes neerzetten. Uh-oh, de dino's hebben honger. Dat betekent dat ik wat vlees voor ze mee moet nemen. Alsjeblieft, meneer de dino, die is voor jou. Dan heb ik nog een stukje vlees voor jou, want jij hebt ook honger, zag ik al. En oh nee, hebben jullie weer gepoept? Wat poepen die dino's veel? We hebben nu tenminste wel genoeg geld om hier wat dingetjes neer te zetten, namelijk een paar mushrooms. En dan is volgens mij de hele binnenkant af. Dan hebben we natuurlijk nog een infobord nodig en we hebben dit nodig. Dit is een, dit zijn de bordjes natuurlijk en die zijn 690 euro. Jeetje. Maar ja, die moeten we toch hebben. Dus laten we maar even kopen. Ik heb er nu, jeetje, hier ook nog weer vel. Nou, laten we maar kopen. Hoppakee, dat is een stuk beter. En dan kunnen wij hier een gratis dino neerzetten. Waar komt de dino? Oh, daar komt de helikopter weer. Laat hem niet zo hard vallen. Ik vang je op, dino. Hij zit in een cactus. Oh, maar we hebben tenminste wel een nieuwe dino. Welkom, meneer de dino. Jeetje, 1100 euro voor een dino. Maar hey, we hebben nu tenminste wel nog een extra dino waar mensen weer naartoe kunnen. Dus ik hoop dat ze dat leuk vinden. Ook kunnen mensen hier ballonnetjes kopen. Ik hoop dat de dino deze ballonnetjes niet gaat opeten. Want het zit wel heel dicht bij het haar van deze man. Oh, ik vind het zielig voor die man dat hij naast zijn dino ook moet werken. Maar hey, ik werk in het dino hok en ik moet de poep opruimen. Dus wat is erger? Ik zie trouwens dat we echt super veel geld hebben verdiend aan deze nieuwe dino die we hier hebben. En we kunnen letterlijk bijna al de nieuwe dino kopen. Dat kunnen we trouwens al. Dus ik heb het gewoon gedaan. Het kostte me heel veel geld. Maar hey, de volgende dino komt nu tenminste wel hier naar binnen. Welkom. Oh nee, hij zit ook in de cactus. Maar welkom in jouw nieuwe huisje. Oh, kunnen wij hier een wel heel erg duur bankje neerzetten? Deze kost namelijk 370 euro voor een bankje. Net kochten we bankjes voor 9 euro. Maar ja, we moeten hem alsnog hebben. We hebben overal bankjes nodig. Dus hey, we hebben een nieuwe bankje bij. De dino's hier hebben het volgens mij wel naar hun zin. Dus daar ben ik blij mee. Hier is ook een mokergroot hok wat we kunnen kopen, zie ik nu. Daar hebben we nog net een klein beetje meer geld nodig. Dus laten we nog even een paar stukjes vuilnis oprapen. En dan kunnen wij dit hok kopen. En oh my god, dit is zo vet. Dit wordt een of andere onderwater dino, lijkt het wel. Maar wat gaat dit voor hok worden? Ik heb er nu wat gras in gezet, lijkt het. En dan kunnen wij er nog meer gras op zetten. Oké, dit gaat er best wel nice uitzien, al zie ik het zo. Maar dit worden denk ik hele grote dino's, denk ik. Want dit hok zit dus ook een stuk lager. Dus ik denk dat deze net wat gevaarlijker zijn dan deze die hiervoor zitten. Laten we ook gewoon een paar boompjes hier neerzetten. Het begint trouwens echt super donker hier te worden. Dat is niet normaal. Ook kunnen we hier een watergat kopen. Nou, dan hebben ze tenminste ook wat water waar ze in kunnen zitten. Het moet er gewoon zo natuurlijk mogelijk uitzien natuurlijk. Ook kunnen we voor 500 euro dode bomen kopen. Ik weet nou niet of die dode bomen dat echt waard waren. Maar hey, we hebben ze alsnog. Dan kunnen we ook nog een paar mushroompjes neerzetten. Hoppakee. Oh, dat ziet er wel leuk uit. En wat zie ik hier trouwens? Een dino dierenwinkel? Wat? Kunnen we letterlijk een dino dierenwinkel kopen? Oké, die wil ik eerst hebben. Het spijt me hier, maar ik moet eerst de dino dierenwinkel hebben. Kijk dan hoe leuk! Hier kan je allemaal kleine dino souvenirtjes kopen. Het begint ook echt gewoon op een dierentuin te lijken hier. Dus daar ben ik wel heel blij mee.
daarmee. Deze dino's hier hebben honger. Dus die moeten we ook even wat eten geven. Jongens, alsjeblieft, eten voor jou. En ik heb eten voor jou. We kunnen hier voor €1500 alleen al het bordje kopen voor een Triceratops. En dat is volgens mij een best wel grote dino. Alleen kost die ook best wel veel geld. Dus we hebben eigenlijk echt nog even een klein beetje geld nodig. Dus ik ga nu gewoon een beetje sparen. We hebben bijna genoeg geld. €1434. We hebben €1500 nodig. 4, 3, 2, 1. Kom op, geef me geld. Geef me geld. Geef me geld. Ja, we kunnen hem kopen. En oh my god. Oké, er is tot nu toe nog niet heel veel gebeurd. Maar we kunnen hem nu wel neerzetten volgens mij. Inderdaad, waar komt hij aan? Oh, daar. Jeetje, die doos is mokergroot. Oh my god. Oh my god. Ik ben er benieuwd naar hoe die eruit gaat zien. Wat, die is mokergroot. Hier ben ik zo blij mee. Laten we er ook even een bankje omheen kopen, zodat mensen hier lekker kunnen chillen. Natuurlijk, voor hoeveel? Jeetje, €2600 kunnen we pas een tweede kopen. En de Triceratops, die eet blijkbaar alleen maar plantjes. Dus daarmee kunnen we hem voeren. Dat is wel handig. Het is ook natuurlijk altijd wel handig om een beetje een infobord te hebben over het dier natuurlijk wat hier zit. Want ja, hij is mokergroot. Dit is wel het grootste dier wat we tot nu toe hebben hier. Maar ik ben tot nu toe echt blij met onze dierentuin. Bedankt voor het kijken naar deze video. Klik op een van de twee video's die jullie naast mij kunnen zien staan, want die moet je echt gezien hebben. Klik op die abonneerknop en een duimpje omhoog. Laters.